verwachtte voor vandaag iets heel bijzonders. Omdat ik weet dat Liag buiten de box denkt en ook heel erg rekening houdt met zijn gebruikers. Een warm welkom aan u. Het is prachtig, de bezielde ruimte. Voor de twitteraars onder ons zeg ik ook even dat we hashtag de bezielde ruimte hebben. Dus als u wil weten waar u bent of wil weten hoe mooi u het vindt, kunt u dat allemaal gaan gebruiken. Het verdwijnen van het papier, het verdwijnen van al die dingen die vroeger een kantoor of een school of een fabriek voor een groot deel uitmaakte, dat is toch wel echt aan het veranderen wat dat betreft. Maar dat is natuurlijk de traditie geweest. Kantoren en fabrieken zijn aanvankelijk gemaakt om te disciplineren. Te zorgen dat iedereen op zijn plek zat. Dat iedereen op diezelfde plek zat. Dat is iets waar het over gaat als we het over onze cultuur hebben. Dat voortdurend zoeken naar hoe kunnen we machines, hoe kunnen we technologie inzetten om dat te doen wat we eigenlijk altijd zelf deden. En wie, en daar gaat dit boek ook over, wie controleert nou eigenlijk de kracht die we met alle technologie uiteindelijk ontwikkelen? Architectuur, stedenbouw, dat is de voortzetting van het collectieve gedrag. Ja, wij houden het dicht bij huis. Wij houden van deze stad, de stad achter de duinen. En wij denken dat er nog een heleboel aan de stad gesleuteld kan worden. Dus er zijn een heleboel plekjes in de stad waarvan wij denken, nou, dat kan nog wel wat. Dit boek is een soort catalogus voor een ontwerpwedstrijd waar we architecten uitnodigen om voor de kerst een idee aan te leveren. En de drie beste ideeën die nodigen we uit om bij ons op kantoor te komen werken. En dan gaan we kijken of we die projecten kunnen realiseren. De sprekers tot nu toe, die hebben het woord bezielde ruimte fantastisch vorm gegeven. En hebben mij ook heel erg geïnspireerd weer om naar ons eigen werk te kijken. In het Prinses Maxima Centrum voor Kinderontologie, ontworpen door Liag. Ik wens Liag voor de komende 100 jaar dat ze doen wat ze voor ons gedaan hebben. Een heel waardevol gebouw blijven ontwerpen. Waar iedereen die daarin moet werken zich ook thuis voelt en gehoord en gezien voelt. Inspirerende dag, eigenlijk wat Liag altijd wel brengt. En het is boven verwachting, want hele leuke sprekers. Eigenlijk ook wel een beetje aanraken waar we staan momenteel in tijd, waar we naartoe moeten. Open denkers. Dus dat wil ik verwachten, dat is er ook wel uitgekomen. Dat ze altijd een oplossing zoeken voor onze problemen. We hebben vanuit onze portefeuille kunnen we uitdagingen hebben, moeilijke gebouwen, nieuwbouwuitdagingen. En Liag komt altijd met een oplossing. Een creatieve oplossing, maar ook een oplossing die haalbaar is. Ruimtelijk, maar ook financieel. Dus ik heb daar al eigenlijk heel lang ervaring mee op allerlei verschillende vlakken. En ik weet dat ze altijd een team zijn waar je op kan bouwen. That people need a place to hide so that they're safe, and they need a place to regroup and to cut down on the stimulation they have. And they ideally, they also want to have a place where they're a little bit elevated and can take refuge and understand the whole scene around them. And then they can make decisions about where they're going next, prospect and refuge. So what prospect and refuge means architecturally and good design-wise is that you need to create hierarchies of spaces of sociability. Het feit dat wij zonder het door te hebben dingen zien en daarmee al ons denken veranderen. Dat we dus in staat moeten zijn met gebouwen of met inrichting van gebouwen. Een verrassing en voor emotie op te roepen. Ik denk dat volgens mij wordt dat onvoldoende gedaan.
Het verschil tussen mooi en lelijk is één discussie, maar het verschil tussen wat doet het, daar heeft ze maar aan denken toegezet. Waar het om gaat, is diversiteit. En een architect die maakt voor de warm kloppende harten van mensen en kinderen en zieke kinderen een gebouw dat hij eromheen vouwt. En de kracht van die mensen, die zie je aan de binnen- en aan de buitenkant. En dat is de signatuur van Liag. Nou, 100 jaar is heel erg lang, maar ik wens dat ze doorgaan op de weg waarop ze zijn ingeslagen. Dat ze projecten maken waar over 100 jaar ook weer mensen met veel plezier van kunnen genieten. En net zoals dit soort projecten, dat ze dat ook weer neerzetten ook voor toekomstige generaties. Dank u wel.